Tips voor docenten en leerkrachten die eigenlijk met computational thinking aan de gang willen. Ten eerste biedt eigenlijk de website van SLO staan eigenlijk verschillende uitwerkingen van computational thinking. Dus wat voor onderwerpen zijn er, wat voor doelen zijn er, wat voor voorbeeldlesmaterialen zijn er al te vinden, op wat voor leerlijnen er beschikbaar zijn. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook wel uitgevers die al wel beschikbaar, of die al wel materiaal maken. Dus ook als je googelt op computational thinking, dan vind je dus ook wel lesmateriaal. Andere voorbeelden zijn ook code.org, waarin je dus lesjes al wel beschikbaar kunt stellen. Maar goed, dat zijn eigenlijk wat je als docent kunt doen. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat je als docent eerst met je schoolbestuur afspreekt wat je wel en niet kunt gaan doen. En dat je daar ook eventueel tijd en budget voor hebt om bijvoorbeeld dingen aan te schaffen. Er zijn ook, zoals Mindstorms is een van de dingen waarmee je dus eigenlijk gewoon heel mooi kunt programmeren en dat ook meteen kunt zien. Maar zo zijn er ook van die verschillende robotjes die je met simpele stapjes kunt programmeren. Dus ja, er zijn eigenlijk verschillende bronnen die je eigenlijk kunt vinden en die je dus ook meteen kunt gebruiken.